Meneer Anne, u hebt deze kerk in Meddo gekocht. Hoe moet ik u nu zien? Bent u een weldoener of een gewicht zakenman? Een gewicht zakenman, dat zal ik best geweest zijn. Maar ik probeer nu mijn leven wat anders in te vullen. Omdat ik de mening heb toegedaan gekregen dat ik best wat voor de samenleving terug kan en mag doen. Ik ben een gelovig mens en ik probeer daar nu ook wat handen en voeten aan te geven. En dat lukt uitstekend met het verwerven van kerken. September 2018 hoorden we op een vergadering van de parochie in Aalten dat een aantal kerken gesloten werden en dat Meddo daar ook onder viel. Verval is wel het laatste waar je op zit te wachten. Daarnaast zie je overal wel oplossingen in de vorm van woningbouw. Je ziet dus dat het dan vaak in handen komt van beleggers of mensen die daar toch op een of andere manier toch financieel profijt uit willen halen. En dan is het vaak nog eens niet beschikbaar voor de eigen gemeenschap. Wij hebben toen besloten dat de kerk behouden zou moeten worden voor de Meddose gemeenschap. Omdat wij nog een behoorlijk bezoekersaantal hadden. Zo'n 85 tot 90 vrijwilligers en financieel nog gezond waren. Nu hebt u 3 kerken verworven op dit moment. 4. 4 al, oké. En daar stopt het? Nee, daar stopt het absoluut niet mee. Ik ben ook naar aanleiding van allerlei reacties, ben ik op dit moment zeker in gesprek met een 50-tal kerken. 50? Ja. En wat het mooie daarvan is, als je met die kerken of die groeperingen aan het spreken komt en ik probeer dan mijn adviezen erin te geven en ideeën, dan lukt het ook heel vaak dat die kerken of die gemeenschap of die dorpen, dat ze het zelf ook wel kunnen. Dus Wim Annen kwam, het eerste wat hij zei, ik koop de kerk niet, maar ik wil jullie wel helpen. En dat was voor ons al een heel belangrijk iets, het helpen op zich. En dan heb ik mijn doel ook bereikt. Want het gaat mij niet zozeer om die kerken te verwerven, maar het gaat mij om die kerken te behouden. En als ze het zelf kunnen, vind ik het ook goed. Nou ja, toen in het laatst was het al de taxatieprijs. En toen bleek al, inclusief de verbouwing en het onderhoud, dat wij dat als gemeenschap nooit op konden brengen. Dus toen hebben wij tegen Anne gezegd, joh, als jij wilt, kun jij die kerk wel kopen. Toen heeft hij een aantal eisen gesteld, die ook van het bisdom uitgesteld zijn. Er mogen geen seks in, geen drugs, geen wapenhandel en geen prostitutie. Dat mag absoluut niet in het gebouw. Nou ja, daar waren wij wel onmiddellijk mee eens. Nou, het is eigenlijk de bedoeling dat wij die kerk proberen te behouden. In eerste plaats om ook daar kerkdiensten of bijeenkomsten in te kunnen houden en ook rouw- en trouwdiensten. Vergaderingjes, kleine concerten, kleine voorstellingen kunnen komen. Dat is de opzet. En daarvoor moeten we denk ik ook wat proberen om wat kerkmuren af te breken. In de zin van, laten we nou eens met elkaar het gaan doen als christenen en niet-christenen samen. Het katholieke element wat er zoveel mogelijk uitgehaald. Want het moet nu een neutraal gebouw worden. Voor alle godsdiensten. Voor alle godsdiensten, alle gezinten, wel of geen katholiek, wel of geen geloof, maakt niks uit. Alle mensen moeten hier terecht kunnen. En wij hebben nog wel 2 diensten in de maand. En die doen we altijd op zaterdagavond en doen we met leken. Met leken? Ja, dat doen we met leken. En dat is nog steeds toegestaan. Ja, maar met priesters niet? Nee, priesters, die komen hier al lang niet meer. Meneer Anne, u bent al op gevorderde leeftijd, als ik het zo mag zeggen. Hoe gaat het nu met de projecten die u gestart hebt als u er over enige tijd niet meer bent? We hebben inmiddels een stichting opgericht en die stichting die heet Pax Intrantibus. Dat betekent vrede voor hen die hier binnenkomen. Het is de bedoeling dat ik eigenlijk over enige tijd die kerken naar de stichting overdoe, zodat zij de verantwoording krijgen voor de toekomst. Niet omdat wij hier zijn, maar ik noem elke keer Meddo maar als voorbeeld, grote voorbeeld. Daar trekken al die mensen naar het dorp gezamenlijk op en werken gezamenlijk mee om deze kerk te behouden. Alle inwoners van Meddo zetten hun schouders eronder. Daar ga ik wel vanuit, ja. Iedereen is er heel positief over dat er in ieder geval het behouden van de kerk er is. En ik verwacht gewoon dat alles wat maar enigszins inpasbaar is in deze kerk, dat ook hier dan ook gegund wordt.